De bouw van de brug over de Corentijnrivier kan dit jaar van start gaan als de voorbereiding goed verloopt. Dit zegt minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken. De bewindsman stelt dat de voorbereiding heel veel werk vergt. Met betrekking tot de bouw van de Corentijnbrug kan ik helaas informeren dat wij als ministerie de aanbieding hebben ontvangen van het consortium die het onderzoek en de voorontwerpen willen gaan maken. Op dit moment wachten we ook op overeenstemming met onze Guyanese ministerie van Public Works, Openbare Werken, zodat we het finale advies kunnen sturen naar de presidenten en een besluit genomen kan worden. Dan staat de fase van, wat ik zei, het vooronderzoek, het grondonderzoek met de voorontwerpen en dan gaan we in de fase van de bouw. Soortgelijke procedure voor jullie informatie is ook bij de bouw van de Suriname Rivierbrug. We hebben een aantal geïnteresseerde bedrijven. Op dit moment is ons finaal advies, ons pre-advies geformuleerd en we sturen dat naar de regering. Als de regering ons groen licht geeft deze komende dagen, dan zullen wij de procedure opstarten om ook te starten met die voorbereiding. Noor Mohammed zegt dat het ministerie onlangs ook een aanvraag heeft gehad om de voorbereiding op te starten voor de bouw van een brug over de Marowijnrivier. Er zal een voorstel gedaan worden aan de Franse overheid om een soortgelijke procedure als bij de bouw van de brug over de Corentijnrivier te hanteren. Dus we zullen blij zijn als we ook die brug binnenkort kunnen oppakken. Kunnen we stellen dat de brug over de Corentijnrivier een kickstart krijgt in 2022? Laat me even goed nagaan. We zitten in 2022. De studies zitten zo 6 maanden. Je zou kunnen zeggen dat de zware kick-off nog in eind 2021 kan. Theoretisch moet je nemen 6 maanden studie. 3 maanden weer preselectie voor de echte bouw. Dat is je om 9 maanden. En dan misschien wat maanden voor evaluatie. Dus het kan, maar ik zou liever voorzichtiger zijn begin 2023. Want dan praat je echt over de fysieke bouw en dat moet je heel kritisch doen. Je moet weten dat we de zwaarste eisen hebben gesteld voor de bouw van de brug over de Corentijnrivier en de Suriname rivier. Daarmee wil ik zeggen dat dit niet is een brug bouwen alleen. Noor Mohammed zegt dat het niet alleen gaat om de bouw van een brug, maar dat ook een methode van inkomsten bekeken moet worden. De haalbaarheid van de bouw van de brug moet uitgestippeld en daarna geïmplementeerd worden, zegt de minister.